waarschijnlijk, ja, als ze daar mensen voor Dat was de burgemeester Brand en Nobel. Dat was de burgemeester Brand en Nobel. Waar die pand van was. 7 uur. Hij heeft later op het kanton gezeten. Hier ben ik nog bij de stage gelopen. Het pand was te koop. Wij zijn. Het pand hier met de dubbele kopgevel, dat is van Brilland, voormalige branderij. Zijn nu apart. Wat heel wat te zien. Ja, champagne nog steeds erop komt. Ja, heel leuk. Ja, hier is het werk. Hier leent u een voormalig helemaal een branderij op. Die staan dwars op het water. Die achter de winkelstraat, daardoor kon hij niet recht gezet worden. Boven de deur zit een paardje. Al deze tanden waren van Daniel Visser en zijn merknaam was de Grauwe Heems. Er was ooit een witte schimmel in het water gevallen. Hij kwam er zo uit en het werd dus de Grauwe Heems, zijn merknaam. Aan de rechterkant een soort en een deel van zijn panden staat in het water. Het zijn nu allemaal appartementen. Aan de andere kant het VVV-kantoor. Dit is een schooltje geweest van Mateneffe. Dit is de politiepost nog geweest. En in de oorlog was dit ook het kantoor van de luchtbescherming. Het is allemaal veranderd, hè? Ja. Alles is weggebroken. Ja, een kettingfabriek. Ja, ook een kettingfabriek. Want een kettingfabriek. Oh, ja, die werkt in de Bruinestraat. Ja, heel erg. Ik wist niet dat Schiedam zo mooi was. Vroeger. Ja, nog. Nou, goed. Ja, vanaf het water kan je net steeds zien. Ja. Hier straks tussen de straat dan van de rechterkant. Dan ziet u aan de straatkant. Ik dat heel goed ruiken als je hier langs kwam. Dat is hier met specerijen bezig te laden. Ja. Met al die branderijen en distilleerderijen waren ook heel veel glasfabrieken. Vroeger zei men, we gaan naar de Huls. Het zand komt aan per schip vanuit het plaatsje Lommel in België. Hij gaat met de kranen te lopen de bad naar boven. Daar gaan dus de soda en de andere ingrediënten erbij. En hier worden verpakkingsmaterialen gemaakt. Ja, nog steeds, want hij past in de brand. Ja. Daarnaast gelijk een distilleerderij die nog in gebruik is, met een heel mooi werkstraatje. En dat is de firma De Kuiper. Sinds 1911 zijn ze in Schiedam. Van oorsprong is het een Rotterdams bedrijf gestaan. Maar door het invreten van de soda viel hij bijna vanzelf. Dus toen hebben ze hem afgebroken. En gelijk daarnaast de voormalige mouterij. Mouterijen werden meestal afgebroken in Schiedam omdat ze verlaagde verdiepingen hadden. En meneer Thijssen vindt dat helemaal niet nodig. Hij is hem dus helemaal aan het restaureren. Hij is uit 1773 en hij heet De Eendracht. Rijgen. 1. De Wodka One. En van de Nolet Gin. De golfers wedstrijden gehouden. Elk jaar is daar het wereldkampioenschap. Zo. Achter de glazen wand staat het gebouwtje waar de ketel 1 in staat. De eerste ketel die sinds 1691 nog steeds meedoet in het bedrijf.